De gesprekken van de regering met maatschappelijke groeperingen zijn vandaag in het presidentieel paleis voortgezet. Vandaag was het de beurt aan de politieke partijen. Ondervoorzitter Henk Ramandel, die de PALU vertegenwoordigde, voerde na de ontmoeting het woord. De PALU-topper noemt de 1,8 miljard die in 3 jaar zal worden geïnvesteerd erg ambitieus, maar niet haalbaar. Als wordt gekeken naar de cijfers van de afgelopen jaren, heeft de huidige regering tussen de 600 en 700 miljoen SRD per jaar aan investeringen gepleegd. Dat verschilt dus met de 1,8 miljard dollar die nu binnen 3 jaar geïnvesteerd zal moeten worden, zegt Ramlanden Lal. Als we kijken naar de uitvoeringscapaciteit in de afgelopen 5-6 jaren, dan denk ik dus dat het niet haalbaar is. Vanuit de regeerzijde is gezegd dus dat zij dat als een uitdaging zien om die uitvoering dan wel mogelijk te maken. Ik moet dat nog zien gebeuren, zonder dus dat de economie oververhit raakt. We missen samenhang in hetgeen wat er is gepresenteerd, tussen hetgeen dat gepresenteerd is door de minister van Financiën en hetgeen dat is gepresenteerd om die productie te stimuleren. We missen ook prioriteiten in hetgeen wat er is gepresenteerd. Eigenlijk kregen we het gevoel dat er een fonds ter beschikking is gesteld, of althans in het vooruitzicht is gesteld, 1,8 miljard wat geleend kan worden bij de ASDB. En vervolgens is men gaan kijken naar een programma dat daarin past. Terwijl wij beter hadden gezien waar gaat de regering naartoe. Een onderbouwd ontwikkelingsprogramma. En vervolgens dat we naar aanleiding daarvan zouden gaan zoeken naar financiering. Hoe het ook zij, het is de regering die dit heeft gepresenteerd. En wij hebben natuurlijk de vraag gesteld, aandacht gevraagd voor een aantal zaken. En we hebben gesteld dus dat willen we dus een meer gefundeerde opmerking maken, inzicht te geven over hetgeen wat er is gepresenteerd. We graag dus die presentaties op papier zouden willen hebben. Voor de regering liggen de prioriteiten in infrastructurele werken, zoals 800 miljoen voor de EBS, 400 miljoen in nog nader te noemen infrastructurele projecten, 95 miljoen gaat naar de agrarische sector en 40 miljoen is voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. De detailinvesteringen zijn er nog niet. Echter, zo volgens Ramlanden Lal, met de lening van de Islamic Development Bank, nu al de huidige productie gestimuleerd moeten worden, met name de rijstsector en de groentesector. Namens de ABOP zegt Marinus B. niet geheel ontevreden te zijn over het gesprek. Echter hebben zij wat spanningsvelden aangegeven. Om het programma uit te voeren, moet er voor de ABOP eerst worden gewerkt aan natievorming. Gevraagd is ook corruptiemaatregelen en corruptiewetgeving in orde te hebben, omdat die van groot belang zijn bij zulke grote projecten. Omdat wij vinden dat het niet zo moet zijn dat we 1,8 miljard ter beschikking gehad hebben en uiteindelijk verdwijnt het geld in verkeerde zakken en handen. En derde is onze uitvoeringscapaciteit, zoals eerder door Henk is aangehaald, dat zelf tijdens de presentaties aangeven dat in onze beste jaren we 120 miljoen US dollar uitgerekend hebben gespendeerd. Dus nu kijken we uit naar 1,8 miljard in 3 jaren, dus dat is heel veel geld. Maar we hebben ook gewaarschuwd dat dat geld niet besteed moet worden door dure consultants aan te trekken en uiteindelijk het effect dat je wilt bereiken, het geld besteed is aan andere dingen dan werken aan versterken van onze economie. We hebben concreet aangegeven dat we projecten en plannen willen waar het binnenland voordeel aan zal moeten overhouden. Het verschil van Paramaribo en het binnenland te kunnen verkleinen. We hebben gevraagd naar crashprogramma op het gebied van onderwijs, volksgezondheid, elektriciteit
En om werkgelegenheid te stimuleren moeten we ook productiefaciliteiten opzetten in het achterland. Tot zover Marinus B. die namens de ABO op het woord voerde. De gesprekken tussen de regering en de diverse maatschappelijke groeperingen in de samenleving worden morgen voortgezet met de Vereniging van Economisten in Suriname, de Sociaal-Economische Raad en het Tripartiet Overleg.